Yo, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes! Ik heb dit mooie huisje gebouwd. Het is niet zo heel moeilijk om te bouwen. Het is ook makkelijk om in survival na te maken. Zoals je kan zien, wat heb je hiervoor nodig? Eikhouten trappetjes, eikhouten planken, een eikhouten deur, eikhouten platen, eikhouten blokken. Keienblokken, keientrappetjes, fakkels, ramen, donkere eikhouthekjes, tropische bladeren, valluiken, naar keuze uiteraard, en wat rozenstruiken. Dat is alles wat je hiervoor nodig hebt. Ik zou zeggen heel veel speel- en bouwplezier natuurlijk. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan op mijn kanaal. En vergeet dan dat belletje aan te klikken, zodat jij mijn video's als eerste kunt zien. Ik zou zeggen, here we go. En we beginnen als allereerst met een blok eikhout. Dat doen we 1, 2, 3, 4, 5, 6. En op de zevende plek komt weer een blok eikhout. Dan pakken we de keien erbij. En die keien plaatsen we er mooi tussenin. Als we dat hebben gedaan, gaan we naar de zijkant. Dit is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Als we dat hebben gedaan, plaatsen we hier weer voor een blok eikhout. Nu hebben we 9 bij 6. Dus dan maken we deze mooi dicht. 6 en dan 9 aan deze kant. En dan komt in deze hoek ook nog een blok eikhout. Dan pak je één kant. Maakt niet uit welke kant. Als het maar de lange kant is, dan tellen we 1, 2, 3 en dan 1, 2, 3, 4 komt de blok eikhout. Aan de andere kant doen we dat ook, 3 en dan 4. Dan pakken we een trap van keien en die plaatsen om de eikhouten blok heen. Aan de andere kant doen we dat ook. Nu krijg je mooi dit. Als we dit hebben gedaan, dan pakken we de eikhouten planken. Doen we 1, 2, 3, 4. En aan de andere kant ook weer 4 stuks. Pak een eikhouten deur. Die plaatsen we aan de binnenkant mooi erin. Pakken we eikhouten planken. Doen we 1 en 2. 1 erbovenop. En dan een mooi rijtje. Hetzelfde geldt voor deze kant. 2 hoog. En dan die mooi dichtmaken. Plaatsen we hier gelijk de ramen in. Dus hebben we 2 ramen. Doen we het blok eikhout. Doen we even hoog als de eikhouten planken. Hetzelfde geldt voor de voorkant. We gaan naar de zijkant. Dan kunnen we overal een rij eikhouten planken neerzetten. We gaan naar de hoek, doen we 2 hoog en dan 1 en 2 daarnaast. Aan de achterkant doen we hetzelfde als aan de voorkant, dus 2 ramen en 2 ramen. En dan de laatste zijkant, hetzelfde als de andere kant, ook weer met 2 ramen erin. Pakken we de ramen, die vullen we overal mooi erin. Eikhout doen we ook weer even hoog als de eikhouten planken. Pakken we een trap van eikhout en die zetten we bovenaan de deur. Als we dit hebben gedaan, pakken we de trap van keien. Die plaatsen we zo. En de ene laatste doen we zo. Hetzelfde geldt voor de andere kant. Ene laatste plaatsen we zo. Pakken we een grasblok. Die zetten we zo neer. Langs de zijkant. En daar tegenaan komt valkuil of een valluik van donkere eikhout. Aan de achterkant
Doe onder de ramen. 1, 2. 1 en 2. Val leuker er tegenaan. Aan de andere kant doen we dat ook. Dan gaan we naar de laatste zijkant. En daar doen we hetzelfde als aan de andere kant. Eén gat ertussen laten. En die plaatsen we zo. Dan pakken we de eikhouten trappetjes. Die zetten we tegen de zijkant van de eikhouten blok. Deze kant ook. En die gaan we dan met elkaar verbinden. 1, 2 en 3. En dan plaats je er ook eentje eroverheen. En dan maak je een trapsgewijs een mooi dakje van. En dan maak je zo het hele dak. Dus eentje eroverheen. Eén eroverheen. En dan kunnen we deze helemaal mooi gaan invullen. Eén eroverheen. En die plaatsen we zo naar elkaar toe. Die komt zo. Die komt zo. 1, 2, 1 en 2. En dan 2 plaatsen we mooi aan die kant. En dan volgen we deze hele rij tot aan de hoek. En dan gaan we weer naar de andere kant toe, naar de voorkant. Ook hier weer trapsgewijs omhoog. En voor deze kant geldt precies hetzelfde. Trapsgewijs omhoog. En dan sluiten we hem af met een trap op zijn kop in het midden. Deze kant ook. 1, 2. 1 en 2. 1 eroverheen. En dan zo naar boven toe. Deze kunnen we dan weer zo mooi invullen. Eén, twee en drie. En dan deze kant plaatsen we ook weer zo eroverheen. En deze komt hier naartoe. En hetzelfde geldt voor deze kant. Trapsgewijs omhoog. Eén eroverheen. En dan trapsgewijs omhoog. En de laatste komt daar zo. En de rest is gewoon met elkaar verbinden. Dan nog een rij er tegenaan. En hier nog een rijtje. Pakken we de eikhouten planken. Die zetten we nog tegen de zijkant aan. Totdat het helemaal dicht is. En deze kant vullen we ook helemaal in. De vloer maak ik van eikhouten planken.
Dan hier aan de bovenkant doen we eikenhouten platen er tegenaan. Of er bovenop. Om het zomaar af te maken. Dan pakken we de fakkels erbij. En de grote rozenstruiken. De rozenstruiken zet ik op het gras. 1, 2, 3, 4. En de fakkels komen aan de zijkanten. Hetzelfde geldt voor deze kant. Fakkeltjes hier aan de zijkant van de raam. 1, 2, 4. Twee aan de zijkanten. Hieronder doen we ook fakkels. Daar moet dan een eikenhouten plank. En dan pakken we nog de keien erbij. En de donkere eikenhouten hekjes. De keien vullen we hierin. Voor het huis. Zodat het één mooie pad wordt. Aan de zijkanten van de palen kunnen we dat ook doen. Pakken we het donkere eikenhouten hekje. En die zetten we eromheen. Tot aan het midden. Die zetten we daar. En als we dit hebben gedaan, dan zou eventueel nog met tropische bladeren eromheen kunnen gaan. Zodat het extra wordt benadrukt. En zodat het wat kleur geeft aan je huis. En dit was het hele huis om te bouwen. Geef de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen hartstikke bedankt voor het kijken. Heel veel speelplezier. En tot later.